Wageningers uit de kunst. RTV Mebora laat opnames zien waarin Wageningse kunstenaars, zowel professioneel als amateurs, belicht worden. Schilderen, beeldhouwen, theater, muziek, zangkoren, schrijven, gedichten. Er is zoveel creativiteit in Wageningen. Kijk maar eens mee. Jij bent lid van een van de leden van het zangkoor, maar iets heel bijzonders. Je woont niet in Wageningen, je woont in? Ik woon in Groningen, in Nieuweschans. En dan kom je eventjes naar Wageningen om hier te zingen. Wat is dat in jou dat jij dat doet? Ja, ik heb Irina ooit ontmoet en ik weet nu, er is, wat Irina doet is heel uitzonderlijk. En zij is zo'n goede zangeres ook en zo'n motor. Achter de zanglessen en het koor. Dat is gewoon uniek. Russisch. Wat brengt dat jou? Waarom kies je voor een Russisch zangkoor? Ja, dat is gewoon een keer zo gegroeid. Mijn interesse voor Rusland, mijn interesse ook voor de Russische taal. Mm-hmm. Wat ik als hobby leer, want dat gaat niet zo snel. Maar dat is gewoon een keer zo gegroeid. En toen ontmoet ik Irina en dan past het allemaal in elkaar. Ik hou heel erg veel van zingen. En zij kan mij heel goed leren zingen, want ik hou van zingen, maar ik kon eigenlijk niet zingen. Naast mij staat de drijvende kracht achter Zarianka, dat is Irina Raspopova. Wat is Zarianka? Zarianka, dat is idee van mijn leven om in Nederland zo'n fonds in het Russisch, op te richten. Een doel van deze stichting ter bevordering van Russische. En trouwens tegenwoordig ook de Nederlandse volkscultuur. Ik begon gewoon met Russische liederen, promotie. Ik kwam naar Nederland en ik wil... Dus, ik kan niets anders doen dan wat ik doe, dat het hele leven. Natuurlijk, ik heb gouden handen, zegt iedereen. Ik kan nijnen, dan braaien, bla bla bla. Maar dat is, zeg maar, plezier. Mijn zang, het is niet alleen maar plezier, maar dat is ook werk. En zang is niet alleen maar zang. Ik doe enorme reclamewerk, promotiewerk bijvoorbeeld. Ik ben alles in één gezicht. Niet alleen maar dirigent die komt naar mensen en leert Russische liederen, tegenwoordig ook Oekraïnse, Wit-Russische liederen, Kazaken, Zigeuners. En hoe heb ik gezegd, als we in Rusland zijn, of in Oekraïne, of in Litouwen, dan beginnen we altijd met Nederlandse folklore tegenwoordig. En we beginnen met het lied Kom nu met zand van Sutertonen. En iedereen denkt, Nederlanders gekomen, bravo, mooi lied. En opeens begin ik in pure Russische taal, kom nu met zand van Sutertonen. Здравствуйте, дорогие товарищи! Ik heb Russisch, hello! Zo reactie, wie is dit? Ik ben Irina Raspopova, uit Voronezh, afkomstig van zuid Rusland. Zo reactie, dat is echt gek. En ik dan vertel ik dat, ik ben Russisch. Onze voorzitter van de stichting, Grigori Bogomolny, ook Russisch uit Moskou. En de rest leden zijn Nederlandse mensen. En wij graag zien Russische, Oekraïnse, Wit-Russische liederen, Kazaken. We hebben ook onze Russische, Oekraïnse klederdrachten, authentieke. Maar omdat wij vandaag vanuit Nederland gekomen zijn, vinden wij duidelijker voor het publiek wordt wie wij zijn, wat wij doen als wij beginnen met Nederlandse folklore en Nederlandse klederdrachten. En ik moet zeggen, enorm succes. Bijvoorbeeld wij dan zien bepaalde Nederlandse liederen of Oekraïnse liederen, maakt niet uit. Publiek gaat dansen, meedansen. Grote festival, grote territorie en mensen gaan met elkaar dansen. Het zegt over iets natuurlijk. Je gaat niet zomaar dansen als je ziel niet geopend daarvoor. Ja, mensen worden geraakt. Omdat zij zien, zij komen naar ons en elke keer zeggen, wat voor bijzondere mensen, Irina, rond jou. Wat voor beroepen van deze mensen. Zij zijn Nederlanders, En hoe het gebeurt dat zij naar jou gekomen en dat zij Russische liederen zingen. En ik heb beantwoord. Ik had eerder een leerling, die zei, ook voor een televisie in Amerika,
We waren ook met tournee, concerttournee in Amerika. En daar was ook gevraagd, waarom ben jij naar Rino gekomen? En een man uit Amsterdam, hij zei, luister, waarom ben jij gekomen Russische liederen zingen? Hij zei, ik ben gekomen eigenlijk naar Irina. Als Irina zou Franse folklore lesgeven, of noem maar ook iets, zou ik gewoon graag met haar Franse liederen willen zingen. Ik ben gekomen gewoon naar Irina. Geluk voor ons dat Irina Rusland propagandeert. Zo. Dit heet dus een drijvende kracht achter Zarianka. Dankjewel. Yeah.
Okay.